Switch games 180. Sorry. Welkom Dutch Games 180 bij Assassin's Creed Unity. Jullie hebben misschien al meegekregen van dat Assassin's Creed Unity niet altijd soepeltjes loopt. Ik speel momenteel op patch 1.3. Ja, de laatste versie die er eigenlijk uit is. En loopt hij hem soms heb ik nog een beetje haperingen, maar dat is gewoon een game issue. En ja. Ik ben ook even, Dominique is eigenlijk en Stefano zijn al iets eerder begonnen ooit, omdat ik qua privé instanties niet echt denderend ging. Dus deze video komt zo snel mogelijk online op Dutch Games 180. Nou, laten we beginnen. De tragedie van Jacques de Molay. Last of the heroic Knights Templar, Jacques de Molay was a man of principle, a towering intellect, betrayed by those he trusted. In this episode of Fallen Heroes, experience Jacques de Molay's final tragic hours through the eyes of one of his closest friends and advisors. Nou, ik zal het nog voorlezen. Jacques de Molay was de laatste van de heldhaftige Templiers. Hij was een man van principes en beschikt over een uitzonderlijke intelligentie. Ja, heb je ook wat nodig. Uiteindelijk werd hij verraden door de man die hij het meest vertrouwde, de corrupte koning van Frankrijk. Nou, is dit een beetje over de Franse revolutie? Nou, laten we het spelen om erachter te komen. Oké. En gaan we kijken hoe Assassin's Creed ons bevalt, of het soepjes loopt, of ik heb eigenlijk wel een paar testjes gedownload om sowieso nog even een klein beetje te weten van loopt het of loopt het niet. Na uren bezig te zijn werkt het. Dus Parijs, Frankrijk, 13 oktober 1307. Who goes there? A friend of the temple. Floirac, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. Okay. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Waar is die koning wel mee eens? You man. No. Okay. Why you're not robbing our cell at this moment, I cannot fathom. No, loop them. We are betrayed. Okay. Draw your sword, men. Defend the temple. Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. Ja, sommige mensen hebben ook andere taken. King Philip's moving faster than we expected. Okay. Assassins. Assassins.
Bloodborne was. The Mongol Khans broke their power decades ago. The assassins are far older than Masriev, my friend. The anarchic delusions are virulent as the plague, less easily eradicated. We will not prevail this night, but if you make haste, we may yet save our order. What must I do? Go to the tower. Take the sword and the book. Hide them. They must not fall into the assassin's hands. Grandmaster, go! I will. Okay. Nou, laten we gaan dan. Oh. Even kijken waar. Ja, die kant. Hold the bridge, hold! Take a different way. Oké, nou dan hebben we die trap. Oké, hop. Hop, 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 hop. Oh shit, de night. Dat is wel te hoog. Moet ik daar naar binnen. Zoek de Temple Leader artefacten. Oké. Okay. Oh. Nou. We gaan iets te snel, mijn vriend. Echt. We gaan iets te snel. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dat zullen we dan wel zien, wie die langs kan. Oh, we moeten nu achter die 6 na waarschijnlijk. Yep. Oké, okay, ja. Oh. Dat was close. Maar, oh, daar is die 6. Laten we er achteraan gaan. Kan ik hem niet tech lossen? Nee. Zoeken. Ja, oké. Okay. Nou, dan zullen wij dat toch. Ja, maar ik zie hem toch nergens. Kijk. Als je reus dan naartoe. Nou. Dat is een vrij slimme move van die gozer. Nou, kom alleen op. Ik dacht dat ik op naar 5 drukte, maar ook, zo. De mouse nog op 5 drukte. Leuk. Nou, laten we achter hem aan gaan. Dan kan ik hem nu wel te grazen nemen. Om hem te doden. Kom maar op. Hier. Au. Nou. Oké. Okay. Nu blok om hem te ontwijken. Nou. Oké. Okay. Ik heb die zwaard. Was dat een soort elektriciteitskracht of iets dergelijks? Leek het erop. Nou. Die reus die loopt nu weg, natuurlijk. Oké, okay, en dit is. Een rijmkamer? Ja, dus. En daar gaat het boek dus waarschijnlijk in. Codex Part Intellectus. Oké. Okay. En dat zwaait dan. Dit is dus gewoon echt de plek van de Templiers. Wel een leuk standbeeld trouwens. Vind ik wel grappig. En vooral het lichteffect. In dat gebouw ziet er ook wel grappig uit. Oké, okay, die gozer die wordt dus momenteel gewoon kaart afgevoerd. Ja, dat kan ook. Dan hebben we die 6 weer. En die vermoord mij dus. Missie failed. Die gozer zoekt die
Dus, of en dat vaart. Oké, nou. 7 jaar later, laat natuurlijk. Een menigte en een koningin dergelijke. Lijkt mij. Oh, dit is een. Is een dood eigenlijk. Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty. And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple. I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Okay. Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and illumination, were no more. Okay, eigenlijk, so yeah, was dat executie. If Abstergo pings us, pull me out. Okay, I have a visual. Oh, hello. Probably disorienting, so I'll be brief. Dit is zeker verwarrend, ja. Real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These okay. guys have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. Ja, wat heb ik hiermee te maken? They want control over history itself. Dus. That doesn't frighten you. It should. But we're here to stop them, and I need your help. Waarom? Deacon, preload gene sequence AD16B13I87. Puur omdat een of ander bedrijf de geschiedenis wil veranderen. Sequence memories in Abstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. Okay. We'll be waiting. Ik ben niet al te snel overtuigd, dus kom maar op. Laden natuurlijk weer. Opslaan, moet gebeuren. En hij loopt hem toch wel vrij soepel momenteel. Nog, de game zelf. Dus, misschien in de latere game van dat het misschien wat zwaarder wordt. Maar misschien met alle lichteffecten en... ik had ook begrepen van dat er verdomd veel mensen in game zijn namelijk. Maar dat zullen we allemaal zien. Zo. Arno. Can't I go with you, father? Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches the top. That's forever. Not as long as all that. And when I get back, we'll see the fireworks. Okay. No. And Arno, no exploring, Yes, father. Ja, maar dat willen we allemaal toch wel? Exploring. Anders zit die jongens dan maar zo te zitten. Vind ik ook niet kunnen. Maar dan vind ik het als. En dat is een jonge dame. En natuurlijk gaat Arno er weer achteraan. Typische jongen. Oké. Ga de macht aan doen. Ja, maar is dat niet zo gevaarlijk? Dadelijk bots je nog tegen iemand aan. Oké.
nog steeds een meisje, dus. Ik ben geen dief. Tips. Verbreek het blikveld van je gevolg om een laatste positie bekende te, om een laatste bekende positie te maken. Zeg, dat ging niet al te denderend. Kom dan, wacht ik je. Dadelijk verlies je nog van een kind. In feite. Als een pictogram boven zijn geel wordt, vinden ze de vijand die gedrag verdacht. En wordt pictogram rood, dan vallen ze je aan. Oké. Nou, ik denk, ja, daar staat dat meisje, dus. Nou, ik mag dat gedrag van dat meisje wel. Oké. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. De koning, oké. What should we do now? Dat is niet goed. Listen. Don't worry. They'll never think to look for us in here. No. It was my fault. I'm the one who took the apple. Gewoon doorrennen of niks aan de hand is. Pak zij nou die appel? Nou, zoek uit wat er aan de hand is. Dat moet altijd gebeuren, dus nou. Dan gaan we het gewoon nu doen. Oké. Hoe bedoel je nazi? Aan de kant, personeel. Ouch. Ik geloof dat zijn vader gewoon vermoord is door het altijd aan de bloed op zijn kind te zien. Come away, boy. Ach ja. That's life. Ik kan er niks tegen doen. Arno. Look at me. Oké, dat is de verhaal van Maurice. Ach ja. Kan je niks tegen doen. Het leven is, raar eigenlijk, in feite. Ja, ik vind dat achtergrondmuziek hier toch wel. Gewoon omdat het thuis laag aan blijft, in feite. 13 jaar later. Sowieso. So you stooped to thieving, you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man. Ooh, step lightly there. You'll hurt yourself. Nou, dat kan ook natuurlijk. I just had a nice chat with your brother. You go. Fetch the marshals. Hold on a minute. I've got it, Victor. Okay, now. Sorry, personeel aan de kant. Pardon, madam. Shit happens. Altijd, maar bij de ene persoon lukt het, bij de andere niet. Uitbroken, hoe bedoel je dat? Oké. Kom dan hier, jongen.
Ik wil met je praten. Oh. Dat werkte dus ook niet. Die gozer hier wordt steeds irritanter om onderhoud te halen. Nou. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Okay. Nee, dank je. Okay. Get anonymous. Dus we moeten anoniem worden, okay. Eigenlijk in feite als je gewoon zo over het dak heen loopt, dan ja, oppa. Gaan we... Oh. Oké, okay, nou, ik weet alleen niet waarom ik daar niet in mag, maar er gebeuren nog wel rare dingen op de wereld, dus ja. Oh. Nee. Hallo? Als het goed is, moet ik de tak nog over en dan... ja, zo te zien is het daar. En dan springen we daar nog even het dak op. Over de koets heen. En we zijn er. And where in God's name? Ah, niks belangrijks. Got you now, you little shit. Just a little misunderstanding. Nothing to... Your master's harboring a common criminal. In broad daylight, he broke into my... Okay, je hebt je enig bewijs. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. Okay. Nou. De gozer, ja. Weet ik veel of die me beroofd heeft. Geen idee. Oh, dat is Elise, geloof ik. Dat meisje wat je net zag. Don't give me that look. Victor cheats when he plays Pharaoh. Everyone knows it. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The sixth time? The seventh? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here. Only for the night. She returns to Paris okay. First thing tomorrow. She'll need an escort. Won't she with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Dus Games 180, like nou meer voor meer video's van Assassin's Creed Unity. En bekijk ook meer van onze andere video's van Dus Games 180. Laat eens.